Een dagje naar de Zaanse Schans met Yukinari Sugawara. Japanner woont nu ruim een maand in Nederland en dat bevalt goed. Daar waar heel Nederland de afgelopen week smolt in de hitte, was het voor Yukinari juist een aangename ervaring. De 19-jarige Yuki, zoals hij ook wel wordt genoemd, verblijft voorlopig bij een gastgezin. Een fijne baken van rust in een tijd vol veranderingen. Maar ondanks dat de grote verhuizing tot nu toe zeer voorspoedig verloopt, zijn er natuurlijk ook een behoorlijk aantal dingen die anders zijn dan in Japan. Niet alleen qua landschap en op het gebied van eten zijn er grote verschillen met Japan. Ook op voetballend gebied is er het nodige anders dan hier in Nederland. Hoe erg verschilt het voetbal in Nederland nou van dat in Japan? Ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet gezien. Dankzij zijn goede aanpassingsvermogen volgde er al snel een hoogtepunt. In de wedstrijd AZ-BK Hekken maakte Yukinari namelijk zijn officiële debuut voor de Alkmaarders. Sugawara, ook goed. Til en Boadu, allebei niet voldoende. Het is een moment wat de jonge verdediger koestert. Mooi was het enthousiasme van de supporters. Elk balcontact van Yukinari werd met luid gejuich ontvangen in het stadion. Ja, すごい期待されてるなとも感じましたけど、試合に入ってる時は試合に集中してますし、どうやって点を取るかっていうことを考えていたので、まあその期待に応えれなかったのが悔しいですけど、まだまだ応えるチャンスはあるので、次の試合しっかりその声援に応えれるように。 Ondanks dat Yuki geen Nederlands spreekt en weinig Engels, voelt hij zich erg op zijn gemak bij de club. En dat was wel te zien tijdens het trainingskamp. Met welk teamgenoot bijvoorbeeld heb je veel contact? Toen je hier kwam, zei je, ja, ik wil heel graag mijn debuut maken. Nou, dat is inmiddels al gelukt. Wat is je doelstelling voor de rest van het seizoen? やっぱこの異国の地に来たら結果が求められると思うので、しっかり結果を求めつつ、オランダ人じゃないのって言われるぐらいオランダに馴染みたいと思います。